Beste mensen, ik heb in mijn draaiboek twee onderwerpen nu staan. Heel belangrijke onderwerpen. Die eigenlijk, zeg maar, de oorzaak zijn dat we deze middag hier bij elkaar zijn. En het eerste onderwerp had ik... Nee, die was toebedeeld aan de commissaris van de Koning. Maar helaas, wegens ziekte heeft hij moeten afzeggen. Het betekent gewoon, burgemeester, dat u... En ook de taak van de commissaris erbij moet doen. Maar u kennende, klein probleem, geen probleem. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor het hoogtepunt, denk ik. Nou ja, nee, een van de hoogtepunten, zeker het hoogtepunt van vanmiddag. Laten we het hoogtepunt van vanmiddag noemen. De burgemeester van Oldenzaal gaat het predicaat bekendmaken. En die gaat met assistentie, gaat hij ook, laat ik zeggen, het bijbehorend schild onthullen. Burgemeester, aan u het woord. Ik wil graag, volgens mij, Brigitte uitnodigen. En ik denk, Leni, als je kunt, om er toch ook bij te komen. Ik denk dat het wel leuk is om met jullie tweeën samen bij koninklijke onderscheiding het te onthullen. En dan mag hij eraan. Nou, dit is toch wel heel fantastisch. En ik mag jullie dit mede namens ook de gemeente Oldenzaal aanbieden. Volgens mij is het een heel mooi bewijs van wat ik net al vertelde namens de commissaris van de Koningin. Van wat hier de afgelopen 125 jaar gepresteerd is. En dit is ook wel een mooie uitdaging voor de toekomst om datzelfde voor te zetten. Maar daar ben ik, gelet op wat ik hier zie, zeker niet bang voor. Er is nog meer, want nu spreekt de burgemeester van Oldenzaal. Ah, ik moet nog wat meer doen. Ja, tuurlijk. Kijk, wat zou ik zonde zijn zonde? We hebben natuurlijk nog een oorkonde. Ja, dat is deze. Kom even naar jullie. Mag ik jullie aan? Dit is de oorkonde. Ik hou me even omhoog. Ja, ik ging iets te snel. En, want dan is het echt officieel, er mag ook nog iets, en moet zelfs, nog iets ondertekend worden. Dus mag ik, volgens mij, Mario en Jos uitnodigen. Ik denk dat het beste is om dat daar te doen. Om de handtekeningen te zetten onder de koninklijke beschikking, denk ik. Dit is de beschikking. En hier moet ik naam, functie, handtekening, naam, functie en notatie. Yes. Ik heb alleen geen pen. Ik ook niet. Ja? Ja. Ik zal even plek maken. Ja, als je de hand tekenen, dan doen we het andere doen. Ja, ik ben hier. Burgemeester, iets of niet? Ja. Ja. Ja, als je toch bezig bent, mag je natuurlijk ook weer hier onder mij. En Mario, was jij dan weer op dezelfde plek? Nou, top. En dan is de eentje die gaat terug naar de provincie, maar dat doen we zo meteen. Ja, we moeten nog even. Maar dit hier is niet. Nou. Van de biljartwereld ook hier aanwezig zijn, onderschrijf dat nogmaals te meer. En ook de verdelen, veel tegenwoordigers die hier vandaag en vanmiddag aanwezig zijn, geven dat ook wel aan. En dat maakt dat wij als stad Oldenzaal, dat het gemeentebestuur, het stadsbestuur van Oldenzaal, heeft besloten om jullie de gouden erepenning van de stad Oldenzaal te geven. APPLAUS.
Niet helemaal anderhalve meter, maar... Er worden nog wat foto's gemaakt voor degene achterin. Nogmaals van harte gefeliciteerd en deze is ook voor jullie. Wij willen graag aan jullie een cadeau aanbieden voor deze middag. Mario, als je... Ja, daar kun je blijven staan. Hoe ziet er, Mario? Ja, ga... Een mooie schilderij. Of een, ja, een rood. Van jullie...